Een record aantal bosbranden in Brazilië. If it feels like the world is on fire, that's because it literally is. Wildfires raging in the Amazon rainforest have hit a record number this year. Deze zomer waren de bosbranden in het Amazonegebied wereldnieuws. En dat is ook terecht, want elke minuut verdwijnen er 40 voetbalvelden aan waardevol bosgebied. Het overgrote deel van al die bossen gaat verloren door massale houtkap en massale bosbranden om voor ons in Europa soja en palmolie te kunnen leveren. Dit is niet goed voor het klimaat, voor de natuur en voor mens en dier. Bosgebieden nemen heel veel CO2 op, maar maken ook heel veel zuurstof. Grootschalige bosgebieden zijn dus ontzettend nodig voor het klimaat op de hele wereld. Hoewel dit een wereldwijd probleem is, kunnen we als Nederland echt heel goed bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Daarom leg ik in 5 voorstellen uit wat Nederland aan wereldwijde ontbossing kan doen. 1. Verhinder dat Nederlandse bedrijven bijdragen aan ontbossing. Nederlandse bedrijven dragen heel veel bij aan ontbossing. Dat doen ze door wegen aan te leggen, door havens aan te leggen. Dat allemaal om soja die geproduceerd is in het Amazonewoud naar Europa te brengen als Nederlands veevoer. Daarnaast is er heel veel houtkap in Indonesië. Dat doen we om palmolie te maken, die bijvoorbeeld onze Nederlandse pindakaas smeerbaarder maakt. De Nederlandse overheid moet er daarom veel meer aan doen om ontbossing tegen te gaan en in te zetten op herbebossing. 2. Maak internationale afspraken om grootschalige bosgebieden beter te beschermen. Een beetje vergelijkbaar met het Parijsakkoord voor het klimaat. Zo zorgen we ervoor dat grootschalige bosgebieden veel beter worden beschermd. 3. Laten we wereldwijd 100 miljoen bomen planten en maak zo een nieuwe start met herbebossing. In Afrika zijn er bijvoorbeeld al heel veel plannen, zoals de Groene Muur die moet lopen van Senegal naar Djibouti. En Nederland zou daaraan moeten bijdragen. 4. Houd veel beter bij hoeveel bosgebied er verdwijnt en hoeveel erbij komt. Dat kan met allerlei nieuwe technologieën. Op die manier kunnen we veel beter in kaart brengen hoe het bosgebied zich ontwikkelt en ook hoe herbebossing uiteindelijk een kans gaat krijgen. 5. Bescherm natuur- en mensenrechtenactivisten veel beter. We weten uit allerlei onderzoeken dat er ongeveer elke week 3 mensen worden vermoord. In 2018 zijn 164 mensenrechten- en natuuractivisten omgekomen omdat ze opkwamen voor de rechten van de natuur en hun eigen leefomgeving. Nederland moet helpen om deze mensen veel beter te beschermen. Grootschalige bosgebieden zijn van vitaal belang voor ons allemaal. Nederland zou voortrekker moeten zijn als het erom gaat om ontbossing wereldwijd tegen te gaan. We hebben bossen nodig.